Goeiedag lieve mensen, vandaag heb ik 5 boodschappen getrokken voor de vuurtekens, dus voor de ram, voor de leeuwen en ook de boogschutten. Jullie zijn dus de laatste in de rij. Ik heb dus al verschillende boodschappen getrokken, dus voor de watertekens, de luchttekens en de aardetekens. En nu zijn dus de vuurtekens eindelijk aan de beurt. Ik heb de kaartjes voor jullie getrokken uit dit deck. Dus de tarot van de dierenriem. Dus allemaal met de astrologie. En ik trok dus 5 mooie boodschappen voor jullie. Ik zal dus beginnen met de eerste boodschap en dat is deze. De gematigdheid. En ja, dat gaat dus over het sterreteken boogschutten. Dus het is voor alle vuurtekens, maar deze kaart, de gematigdheid, staat in verbinding met het sterreteken boogschutten. Dus ja, wat is een boogschutter? Die onderzoekt en die leert heel graag. Die is gedreven. Die gaat dus kennis verzamelen en verder gaan leren, zodat hij dus nieuwe dingen kan ontdekken, nieuwe ervaringen kan opdoen. En dat is dus precies wat er van jou gevraagd wordt. Dus om kennis te verzamelen, om dingen te gaan onderzoeken, want niet alles is duidelijk voor je. Dus het is belangrijk dat je op onderzoek gaat. Dat is echt wel wat deze kaart zegt. Dus op onderzoek gaan en nieuwe ervaringen opdoen, helderheid krijgen. Dat is echt heel belangrijk. Want kaartje nummer 2 is dus de 7 van bekers. En hier staat er dus dat er dus een keuze zal moeten gemaakt worden. Je ziet hier verschillende bekers, dus 7 bekers. Hangt dus ook de sluier van illusie. Dus niet alles is duidelijk. Het kan zijn dat jij je richt op een illusie die dus dat de waarheid eigenlijk verborgen is. Dus het is een beetje zo omsluierd door illusie. Het is ook belangrijk dat je de goede keuze gaat maken, want er zijn vele dingen verborgen. En misschien zie je de dingen niet zoals ze werkelijk zijn. Vandaar al deze illusies. Dus het is echt belangrijk, zoals deze kaart zegt, dat je op onderzoek gaat. En dat de waarheid aan het licht komt en dat je dus dan ook, wanneer je deze informatie hebt verzameld en dus helderheid krijgt, dat je dan ook die keuze kunt maken. Want als je niet goed weet wat de waarheid is, of als je niet goed weet wat er hier in deze bekers verborgen zit, dan kan je echt wel de verkeerde keuze maken. Zoals je hier ziet, er komt een slang uit die beker, of hier zit een vuur. Dus het is belangrijk dat je eerst helderheid en duidelijkheid krijgt, dat je dus de illusies doorprikt en echt wel de waarheid ziet, zodat je dus kunt een keuze maken. De magier, dat was de derde kaart dat ik trok. Die staat voor het manifesteren van wat jij eigenlijk wil. Van je dromen waarmaken, ideeën vormgeven, tot leven brengen. En jij hebt deze magische krachten in je om dat te doen. Jij hebt dus het magische vermogen, iedereen heeft dat magische vermogen, om eigenlijk echt wel te manifesteren wat jij wil. Maar de vierde kaart zegt weer hetzelfde, er zijn bepaalde dingen verborgen voor je. Je hebt nog niet alle informatie die je nodig hebt, je gelooft nog misschien in dingen die een illusie zijn, die niet de waarheid zijn. Dus het is echt belangrijk dat je echt wel op onderzoek gaat en dan dat je ook bij jezelf checkt wat voelt goed voor mij, wat voelt niet goed voor mij. Wat is nu de waarheid? En dat je daar echt eventjes je gaat op concentreren en echt wel eens moeite voor doet om dus de waarheid te achterhalen. Dus onderzoek is echt nodig, want er zijn dingen die verborgen zijn voor jou. Dus negeer ook die waarheid niet wanneer je bijvoorbeeld al voelt, er is iets niet juist of er is iets niet correct. Maar het schrikt je af omdat je dan denkt, misschien moet ik dan mijn comfortzone verlaten of misschien moet ik iemand achter me laten of misschien moet ik een bepaalde situatie achter me laten.
Dat geeft dan zo wat ongemak en misschien wil je daardoor ook de waarheid niet zien. Maar het is echt belangrijk voor jezelf dat je dat wel gaat doen, want het zal je echt heel wat meer geluk brengen en je ook op het juiste pad zetten, dus om je doel te bereiken. En dat zegt ook de laatste kaart. Wat je dus oogst, zal je ook zaaien. Dus wanneer je dus een zaadje plant, zal je daar dus ook van kunnen oogsten binnen een bepaalde tijd. Maar het gaat er dus om, wat je eigenlijk kiest. Wat wil je oogsten? Maak je de juiste keuze of kies je eerder de keuze die beter is voor een ander, maar niet voor jezelf? Dus als jij eigenlijk wilt manifesteren wat jij zelf wil, dan is het echt wel belangrijk dat je dus de juiste keuze maakt. En dat je dus die informatie verzamelt en de waarheid aan het licht laat komen. Zodat jij dus kunt het correcte zaadje planten en dan ook na enige tijd kunt oogsten wat je gezaaid hebt. En dat je dus overvloed kunt ontvangen. Maar liefst dus in je eigen voordeel en niet in het voordeel van een ander. Zo. Dit waren de 5 boodschappen voor jullie vuurtekens, dus ram, leeuw en boogschutter. Hele mooie kaartjes, heel duidelijk ook. Dus jullie weten wat jullie te doen staat de komende periode. Dus op onderzoek gaan en de waarheid aan het licht brengen. Dan de juiste keuze maken. De zaadjes planten die goed zijn voor jou en dan ook overvloed ontvangen. Dus op basis van je eigen keuze. Maar kies dus wat goed is voor jou en niet voor de ander. Dat is dus wat deze mooie kaartjes jullie willen vertellen. Ik wil jullie alvast bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!